Iveco Nederland is op zoek naar monteurs. De Roy Rally Team is al 10 jaar partner van Iveco en werkt dus ook al 10 jaar samen met de monteurs van Iveco. Ik heb vandaag een afspraak met Henk van Leuven om te bekijken hoe je eventueel als monteur in de Dakar terecht zou kunnen komen. Henk, hoeveel Iveco monteurs werken hier op het moment? De vuistregel is dat je per rallytruck ongeveer 4 monteurs nodig hebt. Dus hier staan nu 3 rallytrucks, dat wil zeggen 12 monteurs heb je daarvoor nodig. En dit is dan ook wel, dit zijn de beste monteurs die er zijn, anders mogen ze niet mee naar de Dakar, toch? Dat is absoluut het eerste vereiste. We zijn een topteam, we vechten voor de overwinning, dus alles moet op het top in orde zijn. De trucks, de serviceorganisatie en dus ook de monteurs die bij ons werken, dat gaat samen. Wat zou ik ervoor moeten doen als ik monteur was om bij de Dakar Rally terecht te kunnen komen? Dan moet je beginnen bij Iveco Nederland, bij Iveco Scout te gaan werken. Dat is de eerste vereiste dat je hebt. Vervolgens moet je in het werk wat je doet, moet je excellent zijn. Nou, en waar letten wij op? Wij zoeken monteurs die gespecialiseerd zijn in de motoren en de componenten die wij van Iveco krijgen. En zo'n motor is een high-tech machine. Dus daar heb je echt monteurs van nodig die begrijpen hoe zo'n ding functioneert en hoe die kan blijven functioneren. En die specialisten krijgen wij van de Scoutgroep. Ja, dat zijn natuurlijk niet zomaar specialisten. Dat zijn ook mannen die het geweld van de Dakar aan moeten kunnen. Weinig slaap en dat soort dingen. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Dat komt er nog bij. Niet alleen als je technisch begaafd bent is dat een plus, een pre. Maar je moet daarnaast nog tegen dit soort van leventje kunnen. Ja, het is echt een pioniersbestaan, zoals je zelf hebt meegemaakt. Regen, koud, nachten doorwerken en dat soort zaken. Dat moet je inderdaad kunnen doorstaan. Ik ben chauffeur op de serviceauto. Ja. En als er problemen met de elektronica of met de motoren zijn, dan is dat mijn taak. En ja, het gaat op het moment heel goed. We hebben weinig problemen dus. En hoe ziet je dag er dan uit zo van 's ochtends tot 's avonds? Nou ja, overdag zit je meestal onderweg hè, in de serviceauto. En dan 's avonds in het bivak alles controleren. Ja. Dus alles nalopen, computers uitlezen. Allemaal dat soort dingen aan de motor, alles controleren. Ja, ja dat soort werkzaamheden. En dan is de dag meestal snel voorbij. Ja, en hoe doe je dat dan met slapen? Slaap je net zo weinig als ik? Nou, ik slaap niet veel, nee. Dat klopt. Ik zou gewoon als monteur hier gewoon, als ik eventueel monteur was, binnen kunnen komen en kunnen kijken of ik geschikt zou zijn? Nee. Het antwoord is gewoon nee, dat gaat niet gebeuren. Je moet eerst door de Iveco Nederland organisatie beoordeeld worden als zijnde iemand die dit aan zou kunnen. En de Schouterfamilie is enorm auto- en motorsport-minded. Dus die weten echt wel welk spel hier gespeeld wordt en wat daarvoor nodig is. Maar zelfs als een monteur van de Iveco Nederland bij ons komt, dan gaan wij hem ook nog testen van hoe goed of hoe slecht en, is die man of vrouw. En waar liggen zijn sterkte en zwakte punten. Dus JJ, je bent van harte welkom in deze dag bij mij een test te komen doen hoor. Geen probleem. Henk, je weet dat ik 2 linkerhanden heb. Even om af te sluiten. Dit is wel echt topsport, hè? Dit is topsport, ja. Dit is echt topsport. Mee eens. Helemaal mee eens. Je moet als monteur moet je er dus wel echt heel veel passie voor hebben. Ja, dit gaat inderdaad om passie. Dit gaat inderdaad om passie, gecombineerd met de liefde voor het vak. Met de liefde voor de techniek van zo'n rallyauto. Dat gaat inderdaad samen, ja.